bepaalde keuzes maken in je leven? Keuzes. Moeilijk, moeilijk. Want ik kan geen keuzes maken. Ik heb niet faalangst, maar ik heb... Wel even... Kijk daar. Ja, ik moet even naar praten, want daar sta ik, hè? Weet je toch? Ja, ja. Maar... ja Jack, even voor de mensen thuis. Dit is weer een Jackie Jozef moment. We zijn weer bezig met experimenteren. Onbewust. Waarom? Bewust. We zitten nou in een spiegel. Waar je nu naar kijkt is een spiegel. Dus we zitten nou, alles moeten we in het spiegelbeeld zitten. Okay. Nee, over keuzes maken. Het probleem met keuzes maken is dat ik faalangsten heb. Omdat ik het altijd beter wil doen. Dus perfectionisten. En als je perfectionist bent, dan is het keuzes maken moeilijk. Zijn wij perfectionistisch? Heb ik het goed? Ja, ja in, nou wij worden... Nou, dubbel op. Wij willen iets gaan doen en we doen het gewoon. En als we het een tijdje gedaan hebben, dan willen we het weer beter. Ja, maar het stopt ook niet met ons, hè. Wij hebben altijd wat en dan is het van, oh ja. Ik heb af en toe wel eens momenten dat we denken van, gaan we het wiel weer voor de 666ste keer uitvinden? Ja. Ja, dan ga ik twee discussies, maar ik zal het niet helemaal uitleggen. Dan zou ik gaan kijken bij... loopwiel en je hebt nog een ander wiel. De wielen kan je blijven uitvinden, maar dat is een detail. Maar wij willen het altijd anders doen. Maar ik wil je Wordt wel een beetje moe van af en toe. Nou ja, ik moest daar. Ja, dat is het probleem. We zitten. Het is wel een uitdaging. Het is een uitdaging. Ja, dat is anders dan. Ja. Nee, we blijven gewoon experimenteren. Dat is ons motto ook. Ik denk als wij het continu hetzelfde, wat wij... Nou ja, ik heb geen zin om dat weer te zeggen, heel veel meer zeggen. Maar ja, dan wordt het toch, dan wordt saai. En we hebben net een heleboel opnames moeten wissen. Want, ja, maar ja, luister. Maar dat hoort, we zitten wel... Dan wijzen we weer onbewust naar elkaar. Hè? Maar eigenlijk doen we het zelf. Nee, we hebben een heleboel... Want we hebben voor onze volgers... Ja. We hebben een hele week niet gepost. Nee. We hadden een hele week hadden we materiaal. Maar er was iets fout gegaan met het geluid. Ja. Was een vinkje van het geluid verkeerd gezet. Ja. En toen was het geluid niet opgenomen. Het is ongelooflijk. Ja, en als je in een studio zou zitten, zou je dat niet hebben. Dan heb je een regisseur, geluidstechnicus, dan heb je alles bij de hand. En dan kijk je achterom en dan word je weer gepamperd. En dan kijk je weer achter de scherm. Want ja, ik blijf het wel zeggen, het Hilversumse was toch ook wel heerlijk. Want je hoeft nergens over na te denken, Jack de Brente. Nee, dat en alles is geregeld. Ja, dat klopt. Maar, je hebt het net herhaald en ik val ook weer in herhaling. Wil je dat? Ja, wil je dat? Ik denk dat je dat een paar keer wil. Dus we hebben dat een week gedaan, was leuk. Maar wij willen toch weer gewoon kijken, wat zijn de mogelijkheden? De straatmuzikanten des onheils. Nou, die hebben een boek uitgebracht volgens mij. Ik heb geen boek uitgebracht. Nee, de straatmuzikanten. Oh. De Amazing Stroopwafels. Ja, heb ik gisteren gezien. Ik vind het altijd wel weer leuk als ik die gasten zie. Ja. Ik heb ze gezooid gezien op een evenement in Vlaardingen. Maar natuurlijk, daar komen ze ook vandaan. Hè? Ja. Ik heb ze wel eens gezien in de Koopgoot. Ja. En dan blijkt meestal dat ze meer geld ophalen op de Koopgoot dan dat ze ophalen als ze een muziek gemaakt hebben. Ja. Maar ja, dus... wat nog even voor onze volgers. Ja, sorry dat we een tijdje even uit de lucht geweest zijn, maar we hadden wat technische problemen. Klein probleempje. Nu gaan we kijken of we dat wel weer goed kunnen doen. Maar deze... Even terugkomen op deze... Op deze uitvinding, in die spiegel kijken. Is dat... Ik vind dat er ook helemaal eigenlijk niks op. Nee, zullen we maar even het geheim vertellen? We zitten nou... we zitten ergens in een ruimte. In een geheime locatie. Geheimte. En waar we nu naar kijken is een balletstudio eigenlijk, spiegel. Ja. Ik ga geen pasjes doen, maar dit is een spiegel van een ballet. Nee, dat ziet er niet uit. Nee, maar... Nee. Maar we hebben wel views dan, als we dat doen. Nou, want... Heb je het verhaal nog meegekregen van Van der Wal? Nee. Dat hij had gezegd tegen Peter Pannekoek, als ik... Ja. Ja. Dus hij had iets van 45.000 volgers had hij. En als hij de 60.000 zou hebben, zou hij in lingerie, de auto's wassen. Ja. Nou, en ik heb dat gevolgd. Ik heb zijn account gevolgd. Nou, toen dacht ik, nou, dat duurt wel een paar dagen tot het op 60.000 is. Maar dat ging heel hard.
Het gaat erom... Frats hoeft niet hoor. Maar als je maar gekke dingen doet, dan krijg je volgers. Wij doen gewoon. Wij vinden het gewoon... Ik blijf het gewoon zeggen. En wat de laatste keer hebben we het op het strand hebben we het gezegd. Voor mij is het gewoon legacy. Ik wil gewoon iets achterlaten. En net wat je zegt, we hadden het ook serieus. Ja, ik heb hem even... Ik ben altijd degene die de aflevering ook terugkijkt. Ik kijk ook altijd in details. Kijk ik ook altijd. En ik vond onze laatste afleveringen op het strand... Waanzinnig. Ik vond ze super. Want we gaan net... Jij gaf er een antwoord op. Je zegt van... Hoe zou het zijn als mijn vader dat gemaakt had voor mij? Nou ja, en dat had ik ook. En misschien heeft het ook met een stukje ouder te worden. We zijn geen oude lullen. Maar ik merk wel dat ik op zulke dingen wel momenten... Dat jij kopte hem erin. En later komt het bij mij dan... Appt dat allemaal weer een beetje ver. En ik denk, ja Jack, je had wel gelijk. Want hoe zou het wezen dat je eigen vader dat zo gedaan heeft? Ja. En ik zit nog wel eens te kijken, omdat ik die dingetjes aan monteer. Dus ik wil eens te kijken hoeveel we er al gemaakt hebben. Ruim 200, hè? Het is niet zomaar iets. En dan zit ik te kijken, is dat eigenlijk ons dagboek? Eigenlijk is dat eigenlijk al die... Want elke opname weten wij dat er meer gebeurd is dan alleen wat daar gebeurd is. Ja, want bij ons zit er altijd een verhaal achter. Ja, want dan mislukte er weer eens wat. Of er liepen mensen door het beeld. Ja. Of je kent het verhaal wel. Of je wordt gebeld ineens in een opname. En dat doet me dan wel wat. Dan denk ik bij mezelf van... even terug... we zijn natuurlijk nu 2 jaar. Exact. Trouwens, gefeliciteerd. Ja, 2 jaar. 2 jaar houden we met elkaar vol. En ik vind het trouwens zo hartstikke top. Ik vind het een mijlpaal. Ik vind het leuk. En ik vind het nog steeds leuk op de dag van dag 1 dat ik met jou aan die tafel had gezeten. En dat we op play gedrukt hebben. En dat zo'n doet hij het? Doet hij? Maakt niet uit. Allemaal. Blijf het nog steeds leuk vinden. Ja. En ik hoop oprecht dat we het nog heel, heel lang mogen doen. Ja. En ik hoop nog dat we binnenkort dit verhaal in het theater kunnen gaan doen. Ja, en toch trekt me dat. En ik ben super zenuwachtig daarvoor. Dat zeg ik je ook heel eerlijk. En waarom? Als ik nou kijk naar 2 jaar terug, Jack, wat wij aan volgers hebben en mensen die ons herkennen op straat, tijdens werk en jou en bizar. Ja. En ik ben die mensen allemaal dankbaar. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, jullie zijn niet goed bij jullie hoofd. Die dat mag ook gewoon gezegd hebben, want dat zijn we ook niet. Want het is gewoon een feit. Het is wel respect dat de mensen dan, die vinden het ook leuk. Want ik krijg ook heel veel leuke reacties van mensen die zeggen van... Leuk, dat ouderwetse lullen om niks en het gaat nergens over. Dat vinden we juist leuk. Nou, ik denk, nou. Ja, en wat ik ook zei van... we doen het gewoon. En dit is onze hobby gewoon. Ik bedoel, we kunnen ook gaan vissen. Ja. Maar ik vind het leuk om dit te doen. En we hebben volgers. TikTok zit er nou op 11.000 of zo, geloof ik. Bizar, hè? En het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. En wat jij ook ziet met LinkedIn, dat de media ons volgt. Ja. Ja, en dat vind ik dan leuk. Een paar aantal producers van de bekende mediakanalen. Ik zal het maar even zo noemen. Ja. Die zullen best ook wel een bepaalde media hebben. En misschien... Maar het gaat me echt... En bij jou misschien denk een hele andere denkwijze. Bij mij is iets van, ik vind het gewoon fun. Ja, en bij mij is het gewoon iets... Wij kunnen tegen die media zeggen... Wij houden het wel vol, hè. We zijn niet zo'n eendagsvlieger. Wat ik al ooit eens tegen jou gezegd heb... De meeste podcasten doen 7 podcasts en dan houdt het op. 10 en dan houdt het op. En we gaan gewoon door. We vinden het gewoon leuk om te doen. Zolang er maar geen druk op de ketel staat. Ja, dat is het belangrijkste. Nou, druk op de ketel, dat hebben wij toch wel. Want we moeten toch weer wat produceren. Okay, het enige is dat we wat moeten produceren. Ja. Dus 1 keer in de week gaan we even wat opnemen. Zodat het allemaal weer gemonteerd en geplakt en geknipt kan worden. Ja. Nou, dit was exact in 2 jaar geleden, joh. In bijna dezelfde... Had je dat kunnen bedenken? Jij zegt altijd, ik heb dat heel vaak tegen jou gezegd. Gooi het in de ruimte. Ja. En het verhaal van gooi het in de ruimte. En wat gaan we nu in de ruimte gooien? Nou, we hebben heel veel zin gehad. Talkshow, dat wil jij graag hebben. Dat wil jij niet in de ruimte gooien. Talkshow, dat gooi jij niet in de ruimte. Ik weiger het. Jij wil niet in de talkshow. Nou, ik ga het niet in nog teruggooien. Waarom moet ik wat al deze onzin dingen allemaal, Jack? Gooi het in de lucht. Maar zo is het niet... Van dat management gelul allemaal. Nou, ik was als je het wil, dan moet je het in de lucht gooien. Nou, ik was laatst bij een vergadering en bij bijeenkomsten. En daar heerst zoveel negativiteit. Toen zeg ik altijd, zijn mensen, we gaan het proberen. Ik zeg, ja, dat niet proberen. Je doet het of je doet het niet. Ja. En wij doen het gewoon. Ja, dat is wel zo. En wij gaan er een talkshow zitten.
aan een talkshowtafel. Laat me nou eerst even dat theater doen. Ja, dat doen we tussendoor. Want we kunnen, wacht even, wij gaan dus naar het theater toe. En om aan die talkshowtafel te kunnen te komen, dan moet je aan het theater. Dus dat is één op één. Dat is aan elkaar vastgeknoopt. Okay. Ik weet niet hoe lang we nou opnemen. Even een heel ander verhaal. Ander verhaal? Ja. Wij hebben dit weer als probeerseltje gedaan. Om in de spiegel te kijken. Ja, hebben we tijdens voor de opname, terwijl we op record drukten, hebben we gezegd, ja, we kijken naar rechtsboven in het spiegeltje naar de camera en daar blijven we ons op focussen. Lukt dat? Check. We hebben alles gedaan behalve dat. Nee, ik probeer het continu. Hè. Ik kijk wel elke keer. Ja. Ik kijk elke keer in de camera, maar dat moet voor jou, want ik kijk in de camera. Kijk in de camera. Dankjewel. Ging het ergens over? Nee. Nou, niet helemaal waar.